Hallo en leuk dat je weer kijkt. Vandaag ga ik het hebben over eyeliner. En die eyeliner ga ik zetten met de Hair & Brow Powder. Nou, daar heb ik al eerder een filmpje over gemaakt. Toen heb ik mijn wenkbrauwen ermee gedaan. Want zoals ik al zei, toen kan je de wenkbrauwpoeder of Hair & Brow Powder kan je op vier manieren gebruiken. Als wenkbrauwpoeder, als oogschaduw, als haarpoeder. En dus ook als eyeliner. En dat ga ik vandaag laten zien. Nou, ik kon de vorige keer al zien dat ik de wenkbrauwpoeder Ebony heb. Dat is die zwart-grijze kleur. Je hebt nodig de kwast, wenkbrauwkwast met de schuine rand. En wat je nu extra nodig hebt is wat water. Ik heb nu een bakje gevuld met water. Dit is een lege concealerbakje. Nou, heb ik een beetje water in gezet. Daar ga ik dat zo in deppen. Ik moet eerlijk zeggen, soms als ik eyeliner zet met dit, dan dep ik gewoon met dat ding op mijn tong. Ja, klinkt misschien heel erg goor. Maar, nou ja, 100% natuurlijke make-up. Dus, gemaakt van natuurlijke ingrediënten. Dus ik zal er vast niet de dood aan gaan. Nou ja, voor nu laat ik het gewoon zien met wat water. En nou ja, als ik echt goede eyeliner wil zetten, dan gebruik ik ook gewoon dat water, hoor. Nou ja, je gaat eerst je kwastje even goed nat maken in het water. Even lekker deppen erin. Dan zorg je weer dat je wat in je bakje hebt. Nou, je ziet, mijn bakje is ook al aardig zwart. Dat komt doordat ik dat dus daarin ook meng met dat water. Dat ga ik nu dus ook weer doen. Kijk, je ziet, ik op gewoon lekker flink wat erop. En dan denk je, nou, dan wordt dat toch helemaal dik en vies. Nee, dat smelt gewoon heel mooi. Dat kan je dan gewoon zien, hoop ik. Dat dat gewoon erin smelt. Misschien heb ik iets afstand. Nee. Kijken. En als je dan even wilt testen of er genoeg op zit, pak je gewoon even je hand en dan teken je gewoon even een streepje. Nou ja, je ziet, het ziet er goed uit. Mooi en zwart. Nou, hop, dan kom ik even wat dichterbij. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Wat ik als eerste doe als ik eyeliner ga zetten, is dat ik vanaf onder hier naar boven een randje maak om even te bepalen waar mijn eyeliner eigenlijk stopt. Dus ik begin eigenlijk hieronder. Zo, en dan ga ik in het verlengde van de onderrand ga ik naar boven. Even. Zo. Ik zal even een mooie dikke eyeliner gaan zetten. Dus je ziet al, de streep die loopt zo door in het verlengde. Wat ik dan doe, dan ga ik vanaf het midden, even zo, naar die rand toe. En dan kan je of hier denken van, nou ja, ik stop hier en ik wil gewoon zo'n streepje eraan. Of, en dat ga ik nu doen, je trekt hem gewoon even mooi door tot aan het puntje. Nou, mijn kwast wordt een beetje droog, dus ik ga hem weer even een beetje in het water deppen. Dan weer in het bakje deppen. Zo. En dan ga ik dit inkleuren. Zo, lekker mooi inkleuren. Kijk, nu pas ga ik eigenlijk dit randje doen. Dat is voor mij het moeilijkste randje. Zo, en dan heb ik hem van binnen doorgetrokken.
Nou, zo kan je dus best wel snel een mooie eyeliner zetten. Ik ga hem nog even afmaken door hieronder ook even wat aan te brengen. Het is wel handig om dit te doen terwijl je nog geen mascara op hebt. Zo, kijk. Nou, nu de andere kant. Dat is een beetje lastiger om te laten zien. Volgens mij zeg ik dat elke keer, maar dat is ook zo. Nou, kwastje goed nat. Weer hetzelfde idee. Vanaf de wimperrand. Ramp. Het is geen ramp. Wimperrand. Nou, kom ik er helemaal niet meer uit. Hop, weer naar boven. Zo. Dit is ongeveer even lang, denk ik, als de andere. Ja. Dan weer vanaf het midden. Even daarop aansluiten. Doortrekken. Tot aan de punt. Zo. Nog wat erop. Ga ik hem inkleuren. En even bijwerken, want ik zie dat hij een beetje scheef is. Zo, mooi inkleuren. Goed zwart maken. En wil je nog dikkere eyeliner, dan trek je er gewoon nog een rand bij. Is ook weer gewoon puur naar smaak. En de ene dag wil ik echt alleen een heel dun randje. En de andere dag, dan heb ik gewoon zin om hele dikke eyeliner te zetten. Ik hou echt van eyeliner. Zo, nou, dan weer naar de binnenkant toe. En deze is ook klaar. Het lijkt wel alsof deze ietsjes lager hangt dan die. Maar volgens mij zijn mijn ogen ook gewoon een beetje scheef. Nou, ga ik dat weer even aan de onderkant even wat erbij doen. Iets dramatischer maken. Ik zie eigenlijk dat ik hem hier nog wel een beetje meer door kan trekken. Vanuit onder. Op. Zo, kijk, en zo maak je dus eyeliner met de Hair & Brow Powder van Creative Cosmetics. Kijk even op de site welke kleur je wilt. Kijk even ook voor de kwast. En ga aan de slag met de eyeliner. Nou, dat was hem eigenlijk weer. Vond je het een leuk filmpje? Duimpje omhoog. Op een aanmerking reactie even plaatsen. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!